Wel, het nieuwe boek dat ik geschreven heb is een literaire tocht door de Ardennen aan de hand van de Nederlandstalige literatoren die daar kort, maar meestal ook voor langere tijd of zelfs levenslang in één enkel geval hebben geresideerd en het landschap tot een element in hun literair werk hebben gemaakt. En zo maken we een hele tocht door de Ardennen aan de hand van Nederlandstalige literaire auteurs, de een al belangrijker dan de ander, de een gekanoniseerd, van Ostaaien bijvoorbeeld, de andere helemaal niet of onbekend, bijvoorbeeld Hugo van Walden, die na de Eerste Wereldoorlog de rest van zijn leven heeft doorgebracht in het dorpje Jembe, bij Daverdisse, waar Herman de Koning dan weer prachtige gedichten over heeft geschreven. En zo belanden we bij die moderne Nederlandstalige auteurs, van wie niet alleen de koning en zijn boezemvriend Benno Barnard de Ardennen vrij intens hebben gefrequenteerd, maar ook later auteurs of moderne auteurs in hun later werk uitvoerige aandacht aan hebben besteed. Ik denk aan Helle Haase en haar roman Fenrir. En ja, wat mij betreft een van de mooiste actuele romans, Hoogmoed, van de Nederlandse prozaïst Richard Hemker. En zo krijgen we dus een overzicht, een soort doorsteek, een soort doorsnede van de moderne Nederlandstalige literatuur aan de hand van het decor van de Ardennen.